welkom bij een nieuwe aflevering van Surinamers Overal. En vandaag bellen we met Elsa Rutsch. Hallo. Goedemiddag Elsa, hoe gaat het met je? Ja. Goedemiddag. Het gaat? Ja, hoor je me? Hallo? Ja, hoor je me Elsa? Ja, ik hoor je. Zo, welkom in Surinamers Overal. Hoi, is een beetje soort, oké. Ik bel je gelijk terug, ogenblikje. Ja, oké. Goed, we maken het dan even weer. We maken even weer contact met Elsa. Goedemiddag. Goedemiddag Elsa, nu klinkt het wat beter. Alles goed met je? Het is niet veel beter van mijn kant uit hoor. Oké, we verstaan je wel heel goed. Oké. Goed, waar ben je momenteel Elsa? Ik ben net thuis aangekomen in Nederland. Oké. Je praat met Ashwin van de SRS. We maken kennis met je en het is natuurlijk bijzonder dat je bereid bent om vandaag weer met ons te delen. Je was aan het werk. Wat voor werk doet Elsa precies? Ik werk in een detentiecentrum. Mm-hmm. En ik ben een detentieinrichtingswerker. Oftewel een gevangenisbewaarder. Oké, dus is vrij heftig. Ja, het valt mee hoor. Oké. Goed, Elsa, voordat we verder praten over je werk en al hetgeen je doet, kan je ons vertellen waar ben je geboren, welke buurt ben je opgegroeid? Ik ben geboren in Paramaribo. Mm-hmm. En ik ben opgegroeid in Zorg en Hoop. Oké, waar van Zorg en Hoop? Tegenover de Watertoren. In de Waterstraat? Ja. Oh, die, dat en rustig ook een gedeelte. Tijdje Flora. Ah. Oké. Okay. Ja. En hoe was het toen? Opgroeien en te zorgen op en Flora? Het was een goede tijd. Ik was in Flora A was ik. Mm-hmm. En toen na een tijdje. Was ik boos? Met de oma gewoon. Oké. Word je vaak boos? Of werd je vaak boos? Oh, Elsa valt weg. Hoor je niet meer, Elsa? Ik hoor je niet zo goed. Sorry. Ja. Je bent er? Ja, ik ben er. Oké. Kan je misschien op een andere plekje staan? Want we horen je niet zo duidelijk. Op een andere, wat dat? Een ander plekje. Ik ga proberen. Ja. Ik kom nu naar de kamer. Oké. Okay. Of misschien moet jij naar op een andere plek gaan staan. dat gaat moeilijk. Hey, ik ben er. Ja, Wacht, ik hoorde net even iets weten. Wacht. Ja, nu hoor je goed. Nee, toch niet. Ik hoor je wel goed. Ja. Ja, ik ben in alle kamers geweest. Oké. Nee, laten we het zo proberen. Je werd boos en dan ben je bij oma gaan blijven. Word je vaak boos, Elsa? Wat vroeg je? Word je vaak boos? Nee, ik word niet vaak boos. Mm-hmm. Maar als ik boos ben, dan ben ik boos. Zo. Ja. Oké, en wat kan je zo boos maken? Als mensen onrechtvaardig wezen. Mm-hmm. Als mensen liegen voor mij, bijvoorbeeld. Ja. Of mensen iemand anders onheus behandelen. Oké, dan word ik heel boos. Ja. Maar dan word je niet elke dag boos, want je waakt over zulke mensen die in de fout zijn gegaan en... Nee, maar ik... We hebben sowieso klassen gehad om te leren om met zulke situaties om te gaan. Oké. En ik weet gewoon hoe ik hun boosheid omlaag kan brengen.
dat ze dan niet boos blijft. Ja, ja. Ja. Ja, dus ik moet ook helpen hoor. Ja, oké. Okay. Okay. Hoe ziet een dag van je eruit in de gevangenis? Nou, ik kom 's morgens aan het werk. Mm-hmm. En ik kijk of die jongens allemaal in leven zijn. Ja. Dus even groeten, goedemorgen. Mm-hmm. Ervoor zorgen dat ze bewegen. Ja. En dan ga ik dan, als we allemaal wakker zijn, dan ga ik sowieso kijken wat er nog te doen valt op kantoor. Mm-hmm. En de deur gaat open van die jongens. Ja. En soms komen ze naar ons toe om te vragen of we ze kunnen helpen met papierwerk. Mm-hmm. Misschien een advocaat, iets voor advocaat of iets van een case manager te regelen. Ja. Dus dat moeten we allemaal voor ze regelen. Maar heel vaak bij voor vandaag. Sorry? Ja, nee, ga door. Ja, heel vaak. Dus vandaag bijvoorbeeld waren ze gewoon. Sorry, ik hoor je even wat zeggen. Nee, je kan doorgaan. Ik luister. Ja? Ik luister, dus ja. Dan liggen ze misschien te slapen. Lekker uit te slapen. Mm-hmm. En daarna komen ze. We kunnen spelletjes spelen. Kaarten, domino's, troefbal. Mm-hmm. En we gaan luchten. Ik breng ze naar buiten samen met de andere collega. Ja. Om te luchten. Ze mogen uur te luchten en dan komen we weer naar binnen en eten uitdelen bijvoorbeeld. Mm. Okay. En eigenlijk ervoor zorgen dat alles goed gaat op de afdeling. Oké. Okay. En ja, gaat niet altijd goed, ja. Sorry. Nee, en welke leeftijdscategorie zijn de jongens? Vanaf 18. Mm-hmm. En tot en met de oudste was misschien 60 zoveel. Oké, de big boys. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dat zijn allemaal mannen. Ja. Ja. En heb je van die uitdagende situaties gehad waarbij zaken uit de hand liepen? Heb je dat al meegemaakt? Ja, dat heb ik zeker meegemaakt. Oké, okay. En hoe ga je om daarmee? Of ben je omgegaan daarmee? Nou, ik probeer altijd te praten. Mm-hmm. Ik probeer altijd en heel soms lukt het niet. Mm-hmm. Ja, dus en als het gevaarlijk wordt, ja. Hebben wij een pieper. In Nederland heb je natuurlijk geen, we gebruiken geen wapens in de gevangenis. Mm-hmm. Dus heb je een pieper en binnen korte keren komen er een aantal collega's aangerend. Ja. Dus, en dan is de situatie heel snel onder controle. Oké. Okay. Is het al vaker gebeurd? Het gebeurt, het kan vaak gebeuren. Ja. Maar ik zal zeggen, ik heb wel veel situaties kunnen veranderen. Oké. Okay. Dat is positief, bijzonder. Positief, ja. Jongens, dat ze rustiger worden, met ze praten tot ze rustiger worden. Ja. En dit is bijzonder werk. Maar ben je ook jongens tegengekomen op straat die zeggen van u heeft mijn leven veranderd of het heeft me goed gedaan dat ik u heb ontmoet? Ik heb niet op straat, mm-hmm. persoonlijk, ja. Maar wel wanneer ze weggaan, zeggen ze van Ik was heel boos. Mm-hmm. En ik dank u dat u geduld met mij gehad heeft. En dat u bent een goed mens. Dat hoor ik wel vaker. Ja. Dat is het dankbare van het werk. Ja, dat zeker. Ja. Zeker. Maar Elsa, hoe ben je in dit vak beland? Ik was in het leger. Mm-hmm. Eerst. Ja. En dus vanuit het leger ben ik, ik was in Duitsland gestationeerd. En toen ben ik in Nederland komen wonen. Mm-hmm. Toen zocht ik naar werk en ik wilde wel het liefst
uitdagend werk doen. Ja. En ik heb een vriendin, Saskia, en een andere, Corrie, die werkte al in de gevangenis. Sorry? Ja, ga door. Oh, weet je wat ik denk? Dat ik echt steeds hoor. Ik denk dat jij aan het praten bent. Oh, nee. Ja, sorry. Ja. Laat me ik wat anders proberen. Mm. Hallo? Ja. Misschien is... Nee. Ja, dat klinkt goed. Nee, het is niet echt... Ja. Dit klinkt goed, ja. Ja, maar in ieder geval dus... Zij hadden... Er was een open dag. En toen hebben zij mij... Eentje heeft me gelinkt. Ja. En die anderen zijn steeds, ja, je moet hier proberen als opening. Mm-hmm. En vandaar Corrie en Saskia. Dus door hun ben ik dan beland in het detentiecentrum, / gevangenis. En hoe lang al doe je dit werk? Bijna 2019. Oké. Bijna 4 jaar. Ja. Ik moet zeggen dat je een toffe vrouw bent. Je was in het leger en nu gevangenisbewaarder. Ja. Toffe vrouw? Jawel. Best wel. Ja. Ik hou van avontuur, laten we het zo zeggen. Oké. En in je vrije tijd, wat doe je allemaal? In mijn vrije tijd speel ik, op de dinsdagavond speel ik basketbal. Oké. En ja. Wat doe je? Oké. En wat, sorry? En wat nog meer? En ik ben heel vaak bezig met filmpjes maken op TikTok en op Facebook. Maar ik maak veel filmpjes met mijn tante Erna. Ja, ja. Maak ik veel filmpjes en daar heb ik heel veel plezier in. Oké, leuk. En ja. Hoe staat het in de keuken? In de keuken? Ja. Ben je een prinses daar? Nee, ik kan wel. Kan wel lekker koken. Oké. Waar ben je zo goed in? Huh? Waar ben je zo goed in? Welke gerechten maak je? Mijn favoriete gerecht is sowieso spare ribs om het klaar te maken. Mm-hmm. Spare ribs en oh my god, I'm sorry. Ik weet niet zeker of je iets gezegd hebt. Nee, spare ribs en... Oh, spare ribs, favoriet gerecht. En ik maak ook wel cordon bleu. Mm-hmm. Okay. Kip of varken. Ja. Of en meatloaf, gaakbrood. Oké, lekker. Gaakbrood en ja, mijn bruine bonen is zo. Mm-hmm. Is wel lekker, maar niet zo lekker als van mijn moeder of zo. Oké. Elsa, werk je dan vaste tijden of shifts? Nee, ik werk normaal gesproken werk ik 8 tot 5. Mm-hmm. Maar heel soms hebben ze wel iemand nodig voor de ochtenddienst of voor de middagdienst. En het is wel afwisselend. Het is wel steeds... het is normaal gesproken wel dat ik kies 3-4 keer in de week. En om het ene weekend. Ja. En weekend, ben je, om het ene weekend ben je vrij. Om het ene weekend. En wat doe je zo in het weekend? Als ik nu werk? Mm-hmm, ja. Uitslapen. De laatste tijden, ik ben echt moe. Ik ben echt moe. Ja, ik kan me voorstellen. Dus ik slaap wel, ik probeer uit te slapen, want ik slaap niet zo goed. Mm-hmm. Okay. Dus ik probeer echt naar de film te kijken en dan val ik wel in slaap. Mm-hmm. Maar anders ben ik in het weekend, ja, of ik ben met mijn vriendin, dan ben ik eventjes met de kinderen wat aan het doen, een filmpje aan het maken of zo. Ja. Of iets avontuurlijks aan het doen. Mm-hmm. Als ik niet aan het reizen ben natuurlijk. Ja, ja, waar reis je zo graag naartoe? Ik probeer elk land van de wereld te zien. Oké. Dus elke keer als we ergens heen gaan, dan probeer ik dan, ik ga naar, bijvoorbeeld toen wij naar Egypte gingen, mm-hmm.
zijn we naar Jordanië geweest en ook naar Israël. Dus alleen landen eromheen, dat, is, dat we landen kunnen aantikken, om het zo te zeggen. Oké. Ja, dat is slim gezien. Ja. Okay. Welke, welke landen zijn nog zijn nu on top of your bucket list? Nou, volgend jaar willen wij naar Indonesië. Voor een maandje. Oh, zo lang. Voor een maandje, maar dan willen we dan ook Maleisië, Singapore. Ja. Dus gewoon een beetje iets daar in de buurt ook zien. Oké, interessant. En neem je ook iets mee van de landen waar je naartoe gaat? Altijd een, wij nemen een magneetje mee. Oké. En als ik daarin ga, dan neem ik mijn Surinaamse vlag mee. Ja. Oké. Nou, een vriend van me die, als hij op reis gaat, of die verzamelt kaarten. Speelkaarten. Maar, ja, die moeten dus iets van dat land hebben. Ja. De hele stapel. Oké. Ja. Nou Elsa, hoe ziet, wat ga je voor de rest van de dag nog doen? Je bent net binnen, ik heb je zo aangevallen. Ja, ik heb, ik ga, mevrouwtje heeft een roti gemaakt. Ja. Roti, dus dat ga ik verder eten. Okay. Hij is nu al niet hoor op tafel. Ja. En dan ga ik, ik denk, programma gaat miskijken. Oké, ja. Dus daar is je avond gevuld. Nog eens? Daar is je avond gevuld. Is wie gevuld? Is je avond. Oh, mijn avond? Ja. Ja, een beetje wel. Gewoon even rusten, want ik moet morgen weer werken. Dus gewoon lekker op de bank hangen. Oké. En in de gevangenis waar je bent, heb je van die zware gevallen? De zware boys? Ja, hebben we wel. Mm-hmm. Maar laat me even iets uitleggen. Want ik werk, er zijn twee gedeeltes waar ik werk. Eén gedeelte is een detentiecentrum. Mm-hmm. En dat zijn mensen die illegaal zijn in Nederland. Dus ze zijn uitgeprocedeerd. Zijn dus er ook vreemdelingen. Zijn er Surinamers tussen? Jawel, ja. Oké. Ja, die worden binnenkort teruggepost. Die worden binnenkort teruggepost. Die worden dan, letterlijk teruggepost. Maar dat gebeurt niet altijd, hè? Oké. Ja, het lukt niet altijd. Ja. Dus ik werk aan die kant. Mm-hmm. En soms werk ik ook aan de andere kant, waar ze huis van bewaring hebben. Ja. En arrestanten. Oké. Ja. Oké, dus de ene dag heb je het iets rustiger en de andere dag kan het hectisch worden. Het kan, maar kijk, die jongens, je hebt niet altijd van die vervelende jongens hoor. Mm-hmm. Het is heel anders, sowieso anders dan ik me had voorgesteld. Ik had me voorgesteld dat het veel erger zou zijn. Oké. Maar je kan gewoon met die jongens lekker potjes in de kaarten, mooi gewoon een gesprek met die jongens hebben. Over hun kinderen, dat ze over hun kinderen praten, want ze zijn ook mensen. Sommigen hebben fouten gedaan, dus daar heb ik het over de gevangenen, hè. En die anderen, die zijn ingeslotenen, waar ik werk, de vreemdelingen. Ja. Die hebben allemaal, ze hebben geprobeerd om hier in Nederland te komen wonen. Mm-hmm. Maar het lukt niet, want ze hebben asiel aangevraagd, allemaal steeds afgewezen. Maar ze hebben natuurlijk ook nog een leven daarbuiten. Ze hebben kinderen, ze hebben vrouw. Of ouders, weet je, dus dat vertellen ze hun verhaal ook wel, dus ja. Dus ze worden een beetje, sommigen worden een beetje je kinderen. Ja. Als ze een hele tijd daar blijven, dan in de gevangenis, in het detentiecentrum zijn. Oké. En Elsa, hoe lang ga je dit werk nog doen? Is dit je missie? Ga je het voor altijd nog doen of heb je andere plannen? Ik weet niet hoe lang ik het nog blijf doen. Mm-hmm. Ik denk, mijn plan is om weer terug naar Amerika te verhuizen. Ja. Maar wanneer weet ik niet. Maar voorlopig vind ik dit werk een heel leuk werk. Mm-hmm. Ik sta ook op de banenmarkt voor het werk. Ik heb ook wel eens reclame gemaakt voor het werk. Okay. En wat ik het echt leuk werk vind. Ja. Niet begrijpelijk. Ja.
En nu in Nederland, je bent in Nederland, ja. Je hebt dus plannen om te verhuizen. Als het, misschien. Ja. Laten we het zo zeggen, misschien. Oké. Misschien. Ja. Precies weet ik nog niet. Ik heb het nu nog naar mijn zin. Mm-hmm. We hebben nu nog een zin, weet je wel. Dus ja. Misschien uiteindelijk. Of ik kom gewoon terug naar Suriname. Oh ja, dat zou mijn volgende vraag zijn. Suriname is niet ready voor mij. Ja. wanneer was je voor het laatst hier? 2009, ik ga nadenken hoor. Ik ben nu 51. Zes jaar toen ik 45 jaar oud werd. Oké. En wanneer ben je? Je hebt geen plannen voorlopig? Nee. Ik heb niet echt plannen nu. Mm. Omdat dat ik zei, ik wil zoveel mogelijk landen zien. Oké. Ja, maar ik bedoel, ik ben echt een raar mens hoor. Ik kan vandaag zeggen van, ik ga dat doen en morgen zeg ik van, weet je wat, ik wil naar Suriname. En dan kom ik gewoon naar Suriname. Oké. Ja, mijn moeder is nou in Suriname, dus ja. Ja. Dus even op vakantie hoor. Oké. Nou goed, Elsa, tot slot. Als je de groeten nog wil doen en iets wil delen met de luisteraars in Suriname en daarbuiten, dan heb je de gelegenheid. Ja, nou, ik wil eventje een momentje voor mijn vriendin die niet langer met ons is. En dat is Hortense Marie Doornkamp. Ja, onze Hortense. Dankzij haar ben ik vorige keer ook op de radio gekomen. Ja. Dus, ik kan even zeggen dat ik er mis. Ja, we missen er ook. En, de vorige keer had ik het gezegd, ik was vergeten toen ik sprak, had ik vergeten om haar te groeten. Ja. Dus ik hoop dat je me hoort, Marie. Ik hou van je, ik hoop dat je me hoort. Ja. Heel mooi. Ja, en verder wil ik mijn familie groeten. Mijn dochter, die binnenkort naar Amerika vertrekt voor studie. Dus... mijn vrouwtje die lekker gekookt heeft. Ik ga geen namen meer noemen, want niemand moet mij komen uitschelden. Rachel, niet doen. Dus mijn zus Nancy, Regina. Iedereen in Suriname, laten we het zo zeggen. Iedereen in Suriname, ik hou van jullie. En bedankt voor het luisteren, bedankt voor het supporten. En nog één laatste ding. Hey, volg me op TikTok. Elsa Rutsch. Of op Facebook Sumerican Videos. Ik heb binnenkort weer een filmpje van Tante Erna. Blijf me volgen. Bedankt voor jullie power-ups. Dankjewel dat jullie er voor me zijn. Ik hou van jullie allemaal. Hey, dankjewel Elsa. En ik vond het fijn om met je te praten. Yes. Dankjewel voor het interview ook. Oké, groetjes. En succes met je werk. Yes, bye bye. Yes. Geschikt voor alle motoren, dus zeker ook zwaar materiaal. Go to energy to go.